Ja, je snapt waarom Jaap zijn klomp aan heeft. Ja, ja. Het is wel even behelpen nu, hè? Ja. Dus dit is hem. Dit is Welkom hem. Welkom in ons huis. Zonder muren nog. Thea Wiegers en haar man Jaap hopen in mei hun nieuwbouwwoning in Olst te betrekken. Wij hadden speciale wensen dat het levensloopbestendig moest zijn en wij wilden ook schuifdeuren in het huis. Het huis is duurzaam en toekomstbestendig gebouwd. Maar het meest bijzondere is wel dat de Wiegers deel gaan uitmaken van een woongroep voor ouderen. De woongroep is een stuk nabuurschap. Nabuurschap die overal hier in Twente en Overijssel is met je buren, maar toch langzamerhand minder wordt. En dat nabuurschap, dat omzien naar elkaar, is voor ons belangrijk. We willen geen thuiszorg aan elkaar verrichten, maar wel als jij, jouw buurvrouw, ziek is of hulp nodig heeft voor een boodschap of voor iets anders, dan ben je er voor elkaar. Het Vriendenerf in Olst is niet de eerste woongroep voor ouderen in Overijssel. Het Roerom in Hengelo bestaat al sinds 1992. In Zwolle wordt in april begonnen met de bouw van een zogenaamde knarrenhof. Er zijn plannen voor vergelijkbare woongroepen in Oldenzaal, Hardenberg en Zwarte Waterland. Allemaal onder de paraplu van de knarrenhof. Het Roerom in Hengelo heeft de oudste papieren. Het wooncomplex bestaat uit 26 huurwoningen. Ja. Kijk, dit is dus de opening. Hier wordt dus het Roerom onthuld. Ja. Riek Schildhuis woont er bijna vanaf het prille begin. Ik kwam als een hele desolate figuur hier aan. Maar ze hebben mij geweldig opgevangen. Dit ben ik. Ja. En dat is natuurlijk ook het fantastische van een woongroep. Dat je dus daar mensen treft die jou overeind helpen. De woongroep heeft veel verloop gekend, maar functioneert nog steeds. Ze zijn hier begonnen met allerlei idealen, maar het is gewoon aangepast aan de werkelijkheid. En die is soms anders dan de idealen zijn. Het Roerom viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Door vergrijzing van de bewonersgroep is het niet makkelijk om bij de idealen te blijven. In het begin was het dus nogal idealistisch. En dat is dus wat opgedroogd. Maar nu is het dus, moeten we echt proberen om het aan de gang te houden. Want omdat er dus de leeftijd hoog is geworden en bepaalde mensen kunnen het niet meer. En anderen die laten het toch een beetje zitten. Dat is jammer, maar met dat gegeven, daar zitten we gewoon mee. Wij komen daar te wonen, aan het eind. Bij de groentetuin. We hebben nu 3 mensen onder de 60. En we hebben er 3 boven de 70. Is dat een goede basis voor een woongroep voor ouderen in de toekomst? We hopen het. Want we hebben altijd gezegd, we hopen dat we een goede spreiding hebben. Want als iedereen boven de 70 zit, je kan niet zeggen ze gaan allemaal tegen 80 dood. Maar je moet natuurlijk, hoe ouder je wordt, des te meer kans je hebt dat je hulpbehoevend wordt. En dan is het prettig dat je ook wat jongere mensen in de groep hebt. Het Roerom is voor de aanwas van nieuwe bewoners voor een groot deel afhankelijk van de woningstichting. Dat er soms bijvoorbeeld plekken openvallen die dan maar door een woningbouw ingevuld worden. En die mensen zijn niet betrokken en dat is jammer. Maar ja, wij kunnen niet anders. Nee, dat is wel ons probleem, ja. Het Vriendenerf in Olst bestaat uit 12 koopwoningen. Maar als het je niet bevalt in de woongroep, wat dan? We hebben dat nog niet, om zo te zeggen, in beton gegoten wat de regels daarvoor zijn. Omdat dat iets te vroeg is. Maar we weten wel dat wij ervoor gekozen hebben dat je zelf je huis verkoopt en niet het project het huis verkoopt. Het kan ook heel erg invloed hebben op de samenstelling van de woongroep. Het kan. Ik hoorde op de Landelijke Dag van Woongroepen dat een woongroep kan na 10, 15 jaar helemaal anders eruit zien. Maar dat kan in de straat ook. Je ziet van andere projecten dat als mensen toch daar kunnen blijven wonen, want hier kan je natuurlijk veel langer wonen dan in je eigen huis, kan een project wat ouder worden. Ja, en je kan niet tegen mensen zeggen, je bent nu 80, dus je moet eruit, want het is je eigen huis. Zolang er nog mensen zijn die inbreng hebben, is het geweldig.
Zo is het eigenlijk.